Dames en heren, jongens en meisjes, ik hoor mezelf bij een liedje. Ik denk dat dit beter is, ja. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij weer een nieuwe video, een meestervoorspelling. En tot nu toe zitten we er de hele tijd naast. Maar vandaag gaat er verandering in komen. Want ik heb hem weer op de allerhoogste moeilijkheidsgraad gezet. Legendary. En laten we gelijk heel even naar de opstelling gaan. Kudus kan helaas nog steeds niet spelen. Dat heeft simpelweg met de terugslag in zijn revalidatie te maken. Op die plek zet ik dan toch maar weer Labiat. Tadic zal ongetwijfeld weer vanaf links spelen. Ik ben er geen fan van. Maar het is denk ik de manier waarop Erik ten Hag gaat spelen. Dus ja, daar moeten we dan maar vrede mee hebben. Mazraoui, vast wel heel erg slecht trouwens hoor. Maar die zal gewoon weer in de basis beginnen. Schuurs. Twijfel ik over, man. Dat zou best nog wel eens Timber kunnen worden. Dus ik zet Timber sowieso heel even op de bank. Alvarez had het ook goed gedaan. Dus die zet ik ook heel even op de bank. Ten faveur van Kudus. Ja, omdat hij niet speelt natuurlijk. En Promes, Traoré wisselen voor Ekkelenkamp, Daro. Dan hebben we Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico, Klaassen, Gravenberg, Labiat, Anthony, Tadic en Allaire. Ik denk dat ze op deze manier gaan spelen. We gaan het vanavond zien. Vanavond om 9 uur. En heb je nou zoiets van, ik wil die wedstrijd niet alleen thuis op de bank kijken. Vanavond om 9 uur ben ik live op Twitch met Most Tavern. Waarin we gezamenlijk, zoals de afgelopen paar wedstrijden, die wedstrijd gaan kijken. Onder het genot van wat muziek. Onder het genot van een biertje. En een heleboel gezelligheid. Dus wil je daarbij zijn? Join ons vanaf 9 uur. Live op Twitch.tv. Twitch.tv/CoachGK. Gaan we nu in de wedstrijd duiken. Wederom een goed gevulde Amsterdam Arena. Zal vanavond absoluut niet het geval zijn. In de waan blijven. Het voelt alweer zo lang geleden. Volle stadions. Echt een leven terug alweer. Ik hoop dat we snel weer in het stadion mogen zitten. Ik heb begrepen dat er experimenten weer uitgevoerd gaan worden. Waarbij mensen weer terug in het stadion zouden kunnen gaan zitten. Ik hoop dat het snel komt. Voetbal zonder publiek is helemaal niks. En voor mij hoeft een EK zonder publiek dan ook niet. Maar we gaan het zien. Sebastian Allaire, de man, kunnen we zeggen dat hij in vorm is? Hij scoort veel, levert ook assists af, maar is zelf nog niet tevreden over het spel. Daar kan ik me eigenlijk alleen maar bij aansluiten. Hij staat er wanneer het moet, maar er valt nog zoveel meer uit te halen. Hij krijgt zo ontzettend veel kansen, maar weet ze gewoon vrijwel niet te verzilveren. Waardoor toch weer iedere wedstrijd spannend wordt. En ook vanavond verwacht ik toch wel weer een lastig potje hoor. Het zit me in ieder geval niet lekker. En niet omdat Willem II nou zo ontzettend goed is. Dat mag je ook weer niet zeggen natuurlijk. Maar vooral omdat Ajax de laatste tijd gewoon echt heel belabberd speelt. De laatste echt goede wedstrijd. Nou, hier heb je al een foto ervan. De laatste echt goede wedstrijd was tegen PSV. En die wisten we niet te winnen. Dus dat is ook een probleem. Wat heb je dan liever? Heb je dan liever dat we slecht spelen en winnen? Zoals we 4 jaar lang onder Frank de Boer hebben gehad. Paul Jonk. Al won die niet zo ontzettend veel hoor. Maar genoeg om een kampioenschap binnen te hengelen. 4 stuk zelfs. Of heb je liever dat het voetbal een stuk beter wordt? Ik persoonlijk zou geen Frank de Boer voetbal meer aankomen. Jezus jongens, we worden echt helemaal van Kashima nu weggetikt. Ja, dat is dus een beetje het ding als ik op Legendary speel. Ik kan er heel moeilijk onderuit voetballen. Kijk, we staan nu alweer vast. Dat betekent dat het een flinke uitdaging voor mij gaat worden. Ik ben gewoon simpelweg niet zo goed. Kom op. Allaire. Klaassen. Yeah. Ik probeerde net wat extra ruimte te creëren, maar het wilde net niet lukken. Maar
Over de coach gesproken dan. Er waren geruchten dat, dat Erik ten Hag... Jezus. Dat Erik ten Hag gesproken zou hebben met München Gladbach. Hij zelf ontkent dat. Heeft in de Bild gestaan. Dat klink ik net zo. Dat heb op Facebook gestaan. Maar het had in de Bild gestaan dat hij met München Gladbach... Ja, jongen, je maakt een loopactie en dan maak je hem vervolgens niet af. Creative look about this. Haller, sterker. Hetzelfde beeld wat natuurlijk het nieuws van Huntelaar bracht in eerste instantie. Unable to keep the ball. Het schijnt niet waar te zijn. Hij ontkent het in ieder geval. Ik zou het ook niet echt een mooie club voor hem vinden na Ajax. Ik zou toch wel iets meer verwachten nog. Crisp tackling. Niet dat München Gladbach geen mooie club is, maar... Ja, ik weet niet. Ik verwacht voor hem toch iets meer nog een stap omhoog. Owusu, chance to play it in. En dan komen we weer bij de geruchten van Peter Bos dat Overmars Peter Bos terug zou willen halen. We weten natuurlijk allemaal waarom Peter Bos is vertrokken destijds. Nog hand tegen. Ik probeer hem niet te tackelen. Dan wordt het sowieso een penalty. Die kon niet door één deur met Dennis Bergkamp. Uiteindelijk kon niemand door één deur met Dennis Bergkamp. En is Dennis Bergkamp helaas... Wel, want het is, ja, het is een Ajax-icoon. Dat zal hij altijd blijven. Maar is hij wel redelijk door de achterdeur vertrokken bij Ajax. En dat is zonde. Maar weet je, dat is nog altijd beter dan iemand aanhouden voor zijn naam natuurlijk. Edson Alvarez. Daar was ook weer goed nieuws over. Hij heeft eindelijk zijn vrouw en kind... mogen verwelkomen na bijna 2 jaar in Nederland. Ik heb geen idee waarom dat zo lang heeft moeten duren. Maar ik kan me voorstellen dat je niet in de koude kleer gaat zitten. Klassen has it. Oh, jongen toch. Ik denk niet dat ik ga winnen hier. Kerel. Waar is Maza? Goed, de bal op de paal weer. En... Een van de andere redenen waarom ik een beetje gespannen ben voor vanavond. Gisteren was natuurlijk een perfecte samenloop van omstandigheden voor Ajax. We kunnen vanavond echt hele goede zaken doen door te winnen. Dan gaan we echt uitlopen op de rest. Maar we weten allemaal hoe het gaat wanneer Ajax kan uitlopen op de rest. Dan laten we het meestal liggen. Vitesse viel ontzettend door de man natuurlijk. Die kreeg echt op zijn broek... van VVV, die Griekse spits. Nonali. Die volgens mij voor 100.000 euro kwam aanwaaien daar in Venlo. Zoiets heb ik gehoord. Ik ken het verhaal zelf niet hoor. Maar ook een fantastisch doelpunt scoorde tegen Vitesse. En daarmee de Arnhemse ploeg toch op de knieën kreeg. Dat is maar weinig ploeg. Hey. En dan! Wat? En dan ook nog een bal voor Willem II? Wat maar voor weinig ploeg is weggelegd dit seizoen. Maar het is er gelukt. En iedereen in Arnhem verwacht eigenlijk nu al gelijk het complete verval van Vitesse. Ik ben er nog niet zo zeker van. Ik vind nog steeds dat Thomas Letsch daar echt ontzettend goed werk heeft afgeleverd. En gewoon een hele stabiele ploeg heeft neergezet. En elke stabiele ploeg heeft wel eens een opdracht. Dat heeft Ajax natuurlijk ook gehad. Godsamme. Ik weet niet waarom mijn computer de hele tijd geluid blijft maken. Maar ik zet het nu uit. Well, here's the goal again and it's a great ball to put him through. And then through on goal. Ja. You never really goed had gedaan. Any doubt he was going to slot that way. Slecht verdedigd, goed gedaan. Oké, nu moeten we meer aanvallend gaan spelen. Nou, om heel eerlijk te zijn. We creëren ook helemaal niks. Dus onterecht is het niet. En daar is het al rust. En het horrorscenario, wat ik al eigenlijk op dat moment een beetje aan het schetsen was, lijkt zich nu toch te gaan voltrekken. En dat is spijtig. Maar we hebben nog 45 minuten om het goed te maken. Dus vlak voor rust. Natuurlijk ook een klap. Nou, weet je wat we gaan doen? We gaan Tadić op 10 zetten. Ik wil sowieso dat hij daar gaat spelen. En dan zetten we Neres op rechts. Nee, Promes zit niet eens op de bank. Ja, hij staat wel op de bank. Oké.
zit wel op de bank. Dan zitten we Neres rechts buiten. Van Mes links buiten. Dan gaan we kijken of we met deze verandering wat pot kunnen breken. Maar er is wel wat nodig. Het spel is niet om aan te zien. Ik kan gewoon het niveau niet bijbenen. En dat is jammer. Maar, weet je, tot nu toe is geen enkele voorspelling uitgekomen. Dus laten we hopen dat dit goed nieuws is. Kijk, dat is een goede bal. Nu voor de pot. En een dramatische bal wel. Dat is toch wel heel erg zonde. Klassen. Tadic. Haller, man, je bent 3 meter. Hou die fucking bal eens vast. Waarom lukt dat steeds niet? Ja, dit wordt gewoon weer een doelpunt. Mijn god, hij wordt zo makkelijk van de bal afgezet. Dat is juist niet waarvoor we je hebben gekocht, vriend. Ziet er treurig in, jongens. Ziet er bijzonder treurig in. Over it comes. Moet echt, that's all they can conjure for now. Beter. Nou, kom op. Mazza, ga langs de lijn. And showing fine vision. Opportunity in the wide area. And he takes the shot. Jongen, het duurt zo lang. And a substitution in the offing. Schot, man, je ziet het echt van ver aankomen natuurlijk. Tadic. David Neres. What a vital intervention. Oh, echt. Het is alsof de verdediging niet gedachten kan lezen wanneer je op deze moeilijkheidsgraad speelt. Erg frustrerend. Looks as though they might make real progress on the counter-attack. Not so. Niet dat ik zo fantastisch speel hoor, maar... Het lijkt alsof ze elke move in de smies hebben. Het gaat ook allemaal zo traag. A creative look about this. We hebben nog een klein half uur. Well, the assistant referee has raised his flag, ja, offside. Hier stopt het gewoon meteen. Er zijn weinig aanspeelmogelijkheden. And Promes. Jongen, ik denk hij kan hem zo inlopen. Och. Kijk, dat zijn die spaarzame momenten. Ja, dan moet je het wel doen. Als je het ook daar laat liggen, dan heb je helemaal nergens recht op natuurlijk. En dat is het type voetbal wat we van Haller willen zien. Maar dan moet hij nu wel in de 16 komen. Kijk, er is niemand meer in de 16. Hij blijft daar gewoon hangen. This might be the perfect counter-attacking opportunity. Wat wordt dit een frustrerende pot. Showing good defensive judgment. Kijk, dat is het. Je rug erin zetten. Komt erin draaien. Davy Klaassen. Hij raakt de bal niet eens, man. Reed. Wat was dat, joh? Het komt er allemaal niet uit. Het is echt verschrikkelijk. Jongens, het spijt me. Maar elke keer als het een hele leuke wedstrijd was, hier in de meeste voorspelling, was het echt een rot wedstrijd na te kijken in het echt. Laten we hopen dat ik nu die contra jinx heb gezet. En space hier op de flank. Ojo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 j
Yes. Might be onto something with that ball. We moeten alles of niets gaan spelen. Ik zet hem nu op ultra attack. Kom op, joh. Ja, ultra attacking. Het moet maar. Kunnen we de deksel op ons neus krijgen? Gravenberg. Verliezen is verliezen.
Moet er toch wat? And the ball with Allaire. Tagliafico. Inderdaad. They are making headway, but really they need a goal with time not on their side. Oh, yeah. Clearance wasn't decisive. Come on. David Neres. Klaassen. Er is gewoon geen... Kerel, kijk hoe druk het hier is, joh. David Neres. Allaire. Well, visionary what passing. Oh, it was a close run thing, but the goalkeeper just got there first. Dit is hoe paniek eruit ziet. Well, they've got to give just a little bit more. The fans are demanding kant. It. They could get themselves back into this oh, one. Oh mijn god. Schuurs! Wat doe je? Nou, het is over. Het zit erop. And time for the change. We hebben geen now. Tijd meer. So 2 minutes of stoppage time to be added on. Dusan Tadic. Waarom is dat Tadic hier? Dat moet Promes toch staan, joh! Oh, 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 oh. Into the advanced staat position. Promes daar op 6? Het is verschrikkelijk, het zit erop. Crossing opportunity. Oh, 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 oh. Ja, het spijt me, jongens, maar... Well, disappointing end to the move. Het is niet mijn schuld. And that brings this game to an end. And I'll tell you what, Lee. Exactly what the visitors needed, considering how poorly they've been playing nee, away from home. Well, de meeste voorspelling voor vanavond. Biedt weinig perspectief. Biedt weinig hoop. Ajax gaat echt roemloos ten onder zonder echt één goede kans te hebben gecreëerd. Ja, dat is pijnlijk. We lopen wederom niet uit. En we lopen het risico dat AZ alsnog kampioen gaat worden. Nee. Dat gaat niet meer gebeuren. Maar Trezor scoort in de 44ste minuut. Vlak voor rust dus. Ajax, Willem 2, 0-1. You heard it here first. Het spijt me alvast. Maar in ieder geval heel veel plezier bij de wedstrijd. En ik hoop je vanavond om 9 uur de Most Tavern te mogen verwelkomen. Vond je dit nou een toffe video? Laat dan alsjeblieft dat duimpje omhoog achter. Alsjeblieft doe het. En wil je meer van dit soort video's zien? Abonneer je dan op mijn kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Later!